Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Ja, ik heb Odeur de Lavendel. Kom uit Frankrijk. Ja. Jij hebt hem goed tegenspoten, Tante Nel. Ja, dat is tegen stinkende poesjes. Oh. Ik denk dat jij het flink bond maakt. Ja, ik ga het heel bond maken. Maar ik heb ook vlinders in mijn buik. Dus, Hey. Ga jij ook heel hard lachen? Je mag niks zeggen, zeker. Is zo goed? Welkom bij de studio van Sansevieria TV. Vandaag hebben we Prins Daan uitgenodigd als gast. Wat vind je het leukste aan carnaval? Wat ik het leukste vind aan carnaval is dat we met z'n allen feest vieren. En met z'n allen polonaise lopen. En dat iedereen gezellig meedoet. Dat vind ik het leukste. En wat vind jij het leukste aan carnaval? Dat je iedereen ook meedoet en dat je mag verkleden. En wat vind jij het leukste aan carnaval? Het leukste aan carnaval vind ik Bonnet. Sanseveria staat voor het raam. En als hij binnenkomt, daar gaat hij staan. Het is een plantje van een meter hoog. Maar met carnaval staat hij altijd droog. Hé, maar ik zie jou weer staan bij de ingang. Ga je het een zware taak vandaag, denk ik? Ik heb de zwaarste taak die er is. Ik moet zorgen dat iedereen oplet en meedoet. Dat is echt, ik ben niet te benijden eigenlijk. En staat u hier al lang? Ik sta hier pas anderhalf uur. De eerste zaten al anderhalf uur geleden. Die wilden een stoeltje hebben. En dat is gelukt. Lagen ze eigenlijk ook in slaapzakken voor de deur? Nee, dat nog niet. Nee, nog net niet? Nee. Ze waren er eigenlijk net volwassen? Nee, ze zaten in het café te wachten. In het café. Dan wens ik jou veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Ga er lagen mee, zeg je. En jij moet eigenlijk nog met mij de pot op, hè? Ik kom zo bij jou. Dat ik altijd al willen weten. Hoezo, Tommy? Nou, ik was dan ook ooit eens een geneticus, maar ik kwam niet uit België. Nou, ik was zenuwachtig en doen en ik stond al bij de deur erachter. En ik hoorde al van alle muziek. Ik zeg, we moeten gaan, want ze komen eraan. Ze komen eraan. Ja. En opgepoetst. Wie? Hoe Sanseveria. Oh, ik dacht even nog over mezelf. Wat neem je? Sanseveria wel. Ja, sinds gisteren moest ik mij eigen opoetsen. Ja. Maar wat is nou de allergrootste boodschap voor vandaag? Nou, voor vandaag? De allergrootste boodschap is dat we 11-11 hier samen vieren, maar met elkaar. En als je ziet dat de Grote Markt Zuid gewoon vol staat met allemaal carnavalsvierders, met allemaal mensen die zin hebben in een feestje, ja, wat wil ik dan nog meer? Dus ik heb een voorrecht om dit feestje voor te mogen gaan. Geweldig, dankjewel. Het is een plantje van een meter hoog. Maar mijn carnaval, daar staat hij altijd hoog. Groot geworden, hij maakt me enorme zorgen. Het is nogal een lastig plantje, maar dat is een dingetje. Nou ja, ik wou eigenlijk een skipak aantrekken. Hé, en zal ik jullie eens wat vertellen? Nou. Die heb ik van het zolder gehaald uit een oude koffer. Denk jij dat die nog dichtkomt? Zat tussen de mottenballen zeker? Het is zo lang geleden dat ik geskiet heb. Dat paste niet meer. En toen kreeg ik een foto van jou dat je hem aan had. Nou, dat kon ook niet, hè? Daar kon ik ook niet mee voor een dag. Dat sloeg alles. Dat knalt er goed op, hè? Hé, dat knalt er heel goed op. Geen een gekheid, jongen. Dat knalt er heel goed op. Maar hou je hem even vast? Ja, hou ik hem even vast. Ja, natuurlijk. Doen dadelijk. Ja, hoe ga je dat doen? Dat weten we nu. Ik heb nog werkelijk waar geen idee.
Maar heb je wel een kaartje? Ik heb even een kaart. Wij zijn een groep. Wij zijn een groep, hè? Wij zijn een groep. Heb je geen kaart nodig dan? Jawel, die hebben we ook. Oh. Onze voorzitter heeft... Houdt de administratie bij. Onze voorzitter. We hebben één iemand die de administratie bijhoudt. Goed geregeld. Kusje. Kusje? Kusje, je bent wat ik denk. Ze is vandaag echt vroeg uit de veren. Ja, klopt. Heel vroeg uit de veren. Maar daar redden jij er wel graag voor over. Ja, zeker. Ja. Is dit vaste prik voor jou? Nee, dit is de eerste keer. Oh ja, hey, ja, voor ons ook, voor ons ook. Wij zijn heel benieuwd. En wat verwacht jij ervan? Goede dienst, denk ik. Ach, wel leuk. En wat hoorden wij net wat we mochten doen? Er mocht gewoon een grote pleurisbende van gemaakt worden. Ah, dat is mooi. Nou, kom op dan. Dat doen we gewoon. Dat doen we gewoon. Laten we gaan. Mijn Sanseveria staat voor het raam. En als hij binnenkomt, dan gaat hij staan. Er is het landje van een metroon. En van de carnaval, dan staat hij altijd op. Gebeuren hier dingen die we niet mogen weten? Ja, want die deur die gaat hier dicht. Nee. Ik trek mij terug. Dat had ik nou goed gezien. Nee, maar dit is jouw kans om even iets leuks tegen hem te vertellen. Nee. Speciaal voor jou en voor onze tante Miriam een prachtige Sanseveria. Dankjewel. En ik vind het zo leuk wat jullie op het moment doen. Dankjewel jongens, ook in de voorronde naar carnaval, dat jullie zo enthousiast zijn met die meiden van Chazé, allemaal exen van mij, en met jou erbij, Tommy. Chapeau, trots op jullie, trots op Rina, trots op het Kielegat, en trots op Sanseveria TV. Voor alle Kielegatters thuis, hè. Was nou het ultieme geheim van een goede carnavalspeelske? Een goed getapt, lekker glasje. Heerlijk, met een mooie schuimkraag waar je in kan happen. Was nou voor u als hoogheid de ultieme smaak van het bier deze carnaval? Ja, dat moet fris zijn, dat moet koud zijn en het moet naar meer smaken. Het moet gewoon naar meer smaken. Oh, dat is een echt officiële plechtigheid. Ja, we gaan hem echt openen. En dat gaat dadelijk gebeuren. En dat doe ik samen met Prins Daan en de uitbater van het kroegje, Corné. En ja, dat is een officieel momentje. En dan eigenlijk is het zo dat dan dit grondgebiedje van... Parkzicht wordt toegekend aan u als baron met het gevolg van het lesstoken. Ja. Gedurende carnaval mag ik hier vrij bewegen. Het is gebruikelijk dat als ik op het grondgebied van Prins Daan of een van de andere hoogheden kom, dat ik dat vertel. Alleen hier mag ik komen wanneer ik wil. Heb jij nou een grot of een kleine boodschap voor al die kielegatters? Ik heb er net in gedaan. Wil je dat zien? Ja. Des niet te zuinig. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan weer knallen dit jaar. We gaan weer knallen. Ja. Hey, wat is jouw carnavalsmotto altijd? Niet naar huis toe. Niet naar huis toe. Dus je blijft gewoon waar doorgaan. Je bent. Ik blijf gewoon doorgaan. Hey, luister eens, jij bent een beetje de nar, hè? Een beetje de grappenmaker van stijl. Is dat zo? Heb jij nou een mop van de dag? Ik heb helemaal geen mop van de dag. Geen mop? Nee. Ah, die mop heb ik wel, maar die ligt nog thuis in de play. Eeuwe. Oude meuk. Dan ben je oud. Gauw goed. Gaat het? Get of getine? Gakballertje de gakbal erbij. Is zie neffe oe? Weet ik veel. Bekikt. Dat je naar elkaar toe kijkt. Appel. Aardappel. Ach, maar leut het. Als je het maar leuk hebt. Dat ken. Himmel niet. Dat kent niemand. Papagaaien. Papagaaien. Tje kikkert aardig. Kijkt aardig. Boos. Meegank. Ik weet het wel, maar ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Afleggers klaar.
Die zou ik echt niet weten. Ja. Jij ook mee klunen? Tuurlijk. Echt waar? Heb jij ook een hele mooie klunkaart? Ja, maar mijn moeder zit ook in de klunkommissie, dus. Aha, jij bent een slimme jongen. Ja, en hoeveel heb jij eruit mogen delen aan jouw vriendjes? Klunkaarten, huh? Die doen er niet aan. Zijn watjes. Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Dan wil ik wel dat jij je muts op doet. Die grote gele, want die sta je zo goed. Dan doe ik hem voor jou even op. Is wel een grote bevalling, of niet? Nee, ik ben al 3 keer geweest vandaag, hoor. En doe jij meestal een grote of een kleine boodschap? Ik doe wel van grote boodschappen, maar in kleine stukjes. Oh, kleine stukjes. Maar die komen mee. Ja, ja, dat moet vanzelf, hè. Dat ligt aan de drankjes. Ik heb port en schrobbelaar en spa blauw, spa rood. Onze Dorien. Oh, wacht even. Wacht even. Wat ziet er leuk uit? Ja, bedankt. Zie ik elke dag uit. Ja, hey, wat zijn wij weer blij dat we jou in Kielen gaan zien. Ja, wel. Eindelijk ben ik er weer zo'n jaartje geleden, denk ik. Ja, zeker weten. Het is weer 11-11, vorig jaar op het grote podium. En ik kan toch niet laten jullie even komen kijken. Ja. Dan is het goed, hè? Mossen naar de maaltijd. Mossen naar de maaltijd. Ja, ja, ja. Dorien, wij hebben het nieuws gehoord. Je bent nog maar alleen. Ik ben alleen, ik ben solo. Maar het ons altijd, hè? De witte. Ja, hey, Manu. Ach, nou kijk, Manu, heel veel groetjes van ons. Een dikke kus, schat. Ja. Maar mijn liedje is wel heel toepasselijk, toch? De solonaise. Hoe gaat dat nou, een solonaise? Ja, dat gaat goed in een weetje, hè? Daar ben ik zijn. Dus voor, dus voor, dus voor. Sta één keer voor, ja? Ja. Dorien, dat ken ik goed alleen. Ja, dat ken ik goed. Maar, ik doe het liedje alleen, maar er zijn zoveel vriendinnetjes, vriendjes om me heen, dus dat gaat allemaal goed komen. Ik voel me nooit alleen. Ja. En weet je, en hier in het Kielengat moeten wij ook niet alleen voelen. En, nee, en daarom zeggen wij gewoon, wij gaan gewoon met jou mee. Maar in de Polonaise. Hey. 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 Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Ja, la, 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 la. Hey, wat zie ik nou? Dan ga je een illegale. Ja, ik ben hier ook illegaal, hè. Ja. Ik ben vandaag met een boot meegekomen. Oh. Maar dan moeten we niet uitzenden, hè? Anders zien ze mij straks. Dan moet... hij is niet van echt onderscheiden. Nou ja, toch? Maar dit is ook een soort van paspoort. Oh. Hebben ze tegen mij gezeten. Ja. Dus jij bent met je vliegtuig, met de boot? Ja, met deze... ik heb dit al te zien. Zijn ze in orde, kan maar mee. Oh. Ja. Dus ja. Dat moet geregeld. Zo was het een beetje. Nou, we hebben zojuist het bier goedgekeurd voor de komende carnaval. En ik kan zeggen, het is een heerlijk pilsje. Dus beste Kielengatters, we zijn er klaar voor. Ja, wij hebben hier een grote kielengatter mee, een van de allerkleinste kielengatters, denk ik. Ja, en dat is een verbroederingsbaby, hè? Wist je dat al? Nou, leg het eens even uit voor de kijkers. Nou, wij vinden het heel... wij willen altijd verbroederen. En dat betekent dat je van stichtingen... dat je dan een relatie begint. En dan kan dit als gevolg eruit. Dus dat is eigenlijk een soort mengelmoesje tussen het taagje... Ja. En het kielengat. Oh, je ziet het niet op zijn rug? Nee, en het kielengat. Inderdaad, dat klopt. Ja, ja, nou ja, zonder nachtvorst is er niks aan, toch? Nee, dat vind ik ook. Hey, wij vroegen ons eigenlijk wel wat af, hè? Want Breda, een nachtburgemeester, een nachtvorst. Ja, wat voor taak hebben dan? Bier drinken. Oh, dat is wel een goede taak. Ik vind het ook een belangrijke taak, hè? Belangrijke taak. En ben je dan verantwoordelijk, zeg maar, voor het nachtleven, het uitgaansleven in Breda? Nou, gelukkig ben ik niet verantwoordelijk, maar wel een stukje qua promotie, gezelligheid, aanwezig zijn, reclame maken en een beetje netwerken, hè? Daar hoort bier bij. En wat nou zo leuk is, wij vroegen aan verschillende van gevolgen, ja? Waar is nou dat gelakte vorsten? En niemand kon mij het antwoord geven. Komt niemand jullie het antwoord geven? Niemand kon ons antwoord geven. En nou denk je dat ik dat jij denkt dat ik dat wel kan? Nou, ik zag jou mee hoe pluim, ik denk dat die Koen moet dat weten. Nou, ik kan het je niet precies vertellen. Het komt uit een heel ver verleden. Komt het. In het verleden waren er ook maar 3 gevolgen die eraan meededen. Dat was het Aagje, Kielengat moet ik tegenwoordig zeggen, en het Lijst Ogenblik. Een paar jaar geleden is dat eigenlijk is dat aangepast, is dat wat veranderd. Hebben we Giecheldonk bij betrokken. En eigenlijk is het een feestje in het kader van de verbroedering, zo vlak voor carnaval, dat we elkaar eens op een ander moment ontmoeten, dat we iets ludieks met elkaar doen. En gewoon elk jaar is het bij een ander gezelschap. Niet meer en niet minder. Dus gewoon eigenlijk een feestje ter gelegenheid van die verbroedering van die 4 hoogheden van Kielengat met hun gevolg. Eigenlijk is het gewoon een feestje op de feest, hè? Pijpen, ik wil de pijpen van je broek wat korter maken. Ik wil je pijpen, je pijpen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.